Zijn trooi verdeeld mag worden. Aan de start hebben we voor Nijverdal de loswinders Moutbaan. Voor Ommen, Lin Schuurman. Voor de Rapid Wheels, Levi Renker. Voor de Woopers hebben we Rowan Leenders. Voor de IJsselcrossers, Noemi Melissen. En voor de loswinders hebben we Kim Kelder, Joppe Konijnenbelt en Sam Borkent. Succes, heren en dames. Oké, en wie is daar onze snelste vertrokken? Joppe Knijdenbelt is snel weg, maar ook Melissen is snel weg hoor. En dan belt Joppe Knijdenbelt gewoon een beetje stil. Ja, dan ga je niet naar voren, dan lig je op 3. En wie gaat er dan wel die bocht als eerste in? Dat is toch de 904, hè? Dat is het nummer van Noe Melissen. Maar hij krijgt iemand met zich mee hoor. En dat is de man voor de Woopers, Rowan Leenders. En wat kan Knijdenbelt nog? Op 4 zien we Sam Borkens. Op 5 is het Moutbaan. Op 6 zien we dan nog Kim Kelder. En ook Renker kan nog aansluiten. En op 8e positie is het Lin Schuurman. Maar vooral is het spannend hoor. Die heren komen dicht bij elkaar, die drie heren. Het is nog steeds op positie nummer 1, de man voor de IJsselcrossers. Kan hij hem winnen, Jupsen Toosman. We zien Konijnenbelt, die komt in ieder geval van 3 naar 2. Hij kan die ook nog naar 1. Hij heeft altijd of kan Leenders nog terugkomen. Wie gaat deze finale winnen? Spannend op de finishlijn. Wie komt er als laatste wel echt een stukje op? Het lijkt toch Melissen te zijn, hè? Melissen gaat hier de eerste titel pakken. Of komt Konijnenbelt er nog bij? Nee, Melissen wint voor Konijnenbelt en Leenders op 3.